15 jaar geleden schudde de Nederlandse hiphop scene op haar grondvesten, waar Rotterdam en Amsterdam streden voor de plek van hiphop hoofdstad, ging een derde ermee vandoor, Zwolle. Dat alles door het ongekende succes van Opgezwollen. Op het hoogtepunt trok een van hen de stekker eruit. Maar waarom dat gebeurde, dat begreep eigenlijk helemaal niemand. Want Opgezwollen was een absolute zegentocht. Dit is de Hedon. Hier zijn we elkaar tegengekomen na mijn hiphop party. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik aan het draaien was. Ben ik nou gek of is dit echt heel bijzonder? Alles goed als toevoer voor je boefers. Ik ken Steve, een beat maken del ik samen sneller dan dat je op een tafeltennis, tafeltennis. De tijden, overkijken, maar de liefde voor muziek blijft me klein. Wie had gedacht dat het kon in de gemeente Zwolle? Door de klap op mijn kop, paracetamolle. Elke zaal waar we kwamen ging het gewoon helemaal los, weet je. Dit was de piek van ons kunnen toen, van Opgezwollen. Het lijkt oneindig, maar ergens houdt het op. Je bouwt wat op, maar breek meer af dan je lief is. Een droomwereld die keer op keer niet meer dan niets is. Het is een super mooi jongensboekverhaal. En dan stop je ermee. Ik zit in mijn eigen wereld. Ja, hier aan tafel Rico en Stix, de frontmannen. En deel ik de DJ en producer en hun voormalig platenbaas Kees de Koning. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Bij ons op de redactie ging bij menigeen de vlag uit toen duidelijk werd Opgezwollen. Serieus, komen niet meer, want dat is lang geleden. En dat is, ja, jullie hebben gewoon echt een cultstatus. Ze hebben heel veel betekend in die tijd dat jullie muziek maakten. Het album is ook weer opnieuw uitgebracht. Jullie album Eigen Wereld, het laatste grote album. En staat nu ook op 2 in de albumlijsten. Alleen maar Kees, eigenlijk omdat er te weinig gedrukt zijn, want anders stond hij op 1. Vind ik wel. Zo fijn. Vind jij wel, dat het daar. En ook even, het is bij mijn weten de eerste keer dat er een podcast op vinyl verschijnt. Ja, dat vind die ik ook Die komt er ook wel. Bij, dus ja. Wat dat betreft een dubbele... Primeur. Dubbele primeur, ja. En de podcast is eigenlijk de aanleiding, hè? Want jullie zijn 15 jaar geleden zoiets abrupt gestopt met Opgezwollen. En Kees, jij was in de tijd de platenbaas van Opgezwollen. En jij dacht eigenlijk, waarom... Ik weet eigenlijk nog steeds niet helemaal precies waarom zij met dit megasucces wat ze net gestopt zijn. Echt een raadsel is dat al die tijd geweest, ja. Ja. En dat is een beetje ontfutseld, hè, in deze podcast. Ik hoop het, tenminste. Ja. Komen we er wel achter. Maar jullie houden een chronologische lijn aan van het begin van het succes tot aan het stoppen. En dat wil ik eigenlijk ook wel even met jullie doen. Is goed. Want we gaan echt eventjes bij het begin beginnen. Jullie zijn Opgezwollen. Mm-hmm. Hoe kwam dit tot een samenwerking? Nou ja, deels op school en deels op een hiphopfeestje. Peter, de beatmaker Delic, ja. Wij kwamen bij elkaar in de klas in de tweede van de middelbare school. En hij had net een computer gekocht, want hij was drummer van origine. En wij gingen muziek maken, want ik was net met teksten schrijven begonnen door middel van, onder invloed van Extince en zo, dat soort helden. En... er waren hiphopfeestjes in de Zwolse Paradiso, Hedon. Ja. Ja. En daar kwamen we Rico tegen, echt klassiek. Begin 20 zo'n beetje, jullie allemaal? Nee, nog jonger. Nog wat jonger. Ja. 18. Ja. En ik had een koelkastje toen in mijn mini-studiootje. Want ik kom eigenlijk uit de metal. Ik was een drummer vroeger. Ja. En via drum en bass kwam ik een beetje in de hiphop terecht. En ik had een koelkastje en daar stonden dan drankjes. En die hebben ze ontdekt. En sindsdien zijn ze eigenlijk in de weg geslaan. Nou ja, het is echt wel een soort romantisch jongensboek. Want we horen natuurlijk hoe zich dit allemaal heeft afgespeeld. En dat is, neem ik aan, in dat huisje van jou. Rokerig, klein tuintje waar jullie eigenlijk de hele tijd met z'n drieën opgepropt zaten. Waar de magic happened. Ja, daar leefden we, ja. Ja, 5 dagen in de week sowieso en in het weekend dan shows doen. Ja. Ja, en het stonk daar heel erg, want de riolering was stuk. Eigenlijk gewoon jarenlang. Dus het was echt wel een ranzig klein kamertje. En hij sliep zo'n beetje op de computer. Dat was echt heel klein. Ja. Ja, en jullie waren altijd aan het werk, want we hebben beeld uit een documentaire die voor jullie toen gemaakt is. Jullie werken dus allebei in het conservatorium in Zwolle. Hadden jullie nog als bijbaantje toen Zwolle nog op het internet is undefeated, hè? Ja. Hier ga je, op je wagentje. Ja. Eigenlijk is dit een dubbele baan, toch? Reclame voor Novon. Ja, nee, dat is een dubbele baan, ja. Want ik zit daar... dit was de baan waarbij je gewoon... je muziek in mocht houden. Ja. Dus daar zaten waarschijnlijk beats van Delic op die koptelefoon. En ik moet ook eerlijk zeggen dat karretje was best relaxed. Ja, best een goed taakje. Jij had een minder lekker taakje, Rico, zie je wel. Ja, dat...
Maar je... een lange lijst om op te noemen. Je weet wie ik bedank voor die goede tijd. Ja. Spit met douchekop, flows, acuut, paraplu, vloeistof. Precies zoals het hoort, oorlog op je oor. Een lijf van mijn blijfhuis. Je wil niet meer weg, je wil dat ik rap. Is goed, maar dan wil ik al jullie mensen horen zeggen... opgezwollen. Heel diep, heel diep. Ja. Nou ja, dit harde werken, dat altijd aan het werk zijn, dat werd beloond. Want het was, gaan we even naar kijken, 3 keer Lowlands in 4 jaar tijd. Tja, 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 van de zwolle naar volle. De rappen zijn de halve maan, vallen ze aan. Zullen ze als een band op alle gevallen benaam. Sommigen kijken, sommigen denken, shit, waar komen die mannen vandaan? Ik zei het al in het begin, de eerste zin. Je kan me verstaan, zo, wat zeg jij? Vooraan. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nog een keer zeg ja, 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 ja. Ja, ja. Wie zijn de hipste hoppers van Nederland? De hipste hoppers. De flow is de loudste. Tja, tja. De flow is de loudste. Tja, tja. De flow is de loudste. Tja, tja. Ik begreep dat tegen deze tijd was de hoofdjury van Idols inmiddels ook groot fan van Opgezwollen. Maar dit was Henk-Jan Smits die had inderdaad een soort van comment in een blad van... je moet echt de grote belofte voor komend jaar is Opgezwollen. En toen gingen er wel alarmbelletjes aan. Dus misschien niet helemaal wat wij wilden. Ja, maar ik hoorde ook in die podcast jullie op een gegeven moment door de Kalverstraat lopen. En dat je dan uit alle winkels je muziek hoorde komen. Ja, wat voor mij, dat wist jij te vertellen. Dat zelfs rappers uit Amsterdam deden alsof ze uit Zwolle kwamen. Dat vond ik dan weer een mooi detail natuurlijk. Was dat zo, Kees? Dat is echt zo. Ja, nee, maar ze doen een beetje bescheiden. Ja. Maar eigenlijk, als je dat... plaatst in de tijd toen, het was nog nooit vertoond. En wie zegt ook 3 keer Lowlands achter elkaar, ja. Besefte ik me helemaal niet. Maar in 4 jaar dat doen, en het was... toen we die podcast gingen maken, besefte ik ook hoe kort die periode was. Maar het was zo impactvol. En het waren eigenlijk allemaal dingen die op dat moment helemaal niet gebeurden. Ik zat toen op de middelbare school. En ik was, na mijn hele middelbare schooltijd, was jullie en stiekem blowen. En iedereen vond Zwolle ineens vet, ja. Dat ik in Amsterdam opgegroeid ben. Dus ja. Het was echt een ding, gewoon. Ja, het was net zoals toen Nirvana kwam en iedereen wel kwam zijn van een Seattle of zo. Nee, ja. Het was echt die impact. En het begon klein, het begon in de hip-hop scene, waar het meteen heel duidelijk was dat er weinig anders was wat hier zich aan kon meten. Maar dat groeide en dat groeide en dat ging inderdaad steeds verder. Mensen die vanuit de muziek, maar of mensen die vanuit tekst, of mensen die vanuit blowen, uiteindelijk toch allemaal bij Opgezwollen terechtkwamen. Ja, en toen kwam er dat moment in een kleedkamer in Zoetermeer, zo vlak voor het optreden, Delik, dat jij zei... jongens, we moeten even praten. Ja, en ja, dat was geen handig gekozen moment. Maar nee. Ik heb toen besloten om te vertellen dat ik inderdaad wat anders wou doen. We hadden een bootje gebouwd wat we zelf konden besturen. En we hebben heel veel voorkeur voor autonomie, alle drie. En dat bootje, dat werd een hele grote cruiseboot eigenlijk. En die ging gewoon een koers af. Ja. En ja, ik... Die koers, hij gaat gewoon die koers die gaat varen. En dus op een gegeven moment zijn er heel veel mensen bij betrokken. En dat begon een beetje tegen te staan. En ik voelde van, ik moet wat anders gaan doen. Ook om mijn creativiteit te behouden. En, op het hoogtepunt is dit, hè? Ja, was dat eng? Eigen Wereld was net uitgebracht. Het album. Toch? Ja, nee, ja. Klopt. Ja, het was niet eng. Het voelde ook niet als een keuze. Het was een soort vanzelfsprekende... iets wat gebeuren moest. En is het zo, als jij dat nu verwoordt... Ja. Heb je dat op die manier ook toen in die kleedkamer gezegd? Ik weet niet meer wat ik gezegd heb, precies. Nee, want wat mij zo opvalt in de podcast... is dat jullie er eigenlijk nu zelf, 15 jaar later, pas achterkomen, Rico... waarom het eigenlijk gestopt is. Ja. Wat was altijd jouw idee daarbij? Nou ja, wat mijn idee erbij was dat Delik er niet zo zin meer in had. Of in ieder geval andere dingen wilde gaan doen. Ja. En de manier of de moment waarop hij dat zei... was misschien niet het goede moment geweest. Maar uiteindelijk, het is zijn keuze. We kunnen het alleen maar accepteren, weet je wel. Ja. Was er wel een periode van, alsof een relatie uitging, toch? Rauw, verdriet, woede... Ja. Ja, alles, ja. Wel, alles kan wel langs. Bijna traumatisch, maar ik zie ook die beelden weer denken van... Nou, bijna echt traumatisch. Traumatisch, ja, zeker. Maar het waren echt gewoon... Toen hij dat meldde, waren wij denk ik 24. En jij bent iets ouder, maar dat gewoon broekjes, wat weet je nou, weet je wel? Dus,
Weet ook niet hoe je daarmee om moet gaan. En we konden ook niet echt goed communiceren, behalve via de muziek. Daar hadden we een soort van antenne die gelijk afgestemd was. Ja, want dat verbaast me eigenlijk. Je denkt eigenlijk, als je zo'n succesvolle groep bent, dan ben je een hele hechte vriendengroep die alles met elkaar bespreekt. Ja, we waren heel hecht. Ja, dat wel. Alleen, ja, het was inderdaad de muziek die we met elkaar... Wij spraken door middel van de muziek, zeg maar. Maar ja, nooit echt van, ja, we zitten koffie, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het echt met jou? Of zo. Omdat je echt... Ik begreep, jij zei ook nog van, ik dacht nog ergens, misschien heeft het wel aan mij gelegen dat hij wilde stoppen. Ja, maar ik, door deze podcast besef ik ook wel dat dat sowieso een beetje in me zit. Maar... Nee, ja, ik heb dat wel voor de langste tijd gedacht. En, waar lag het dan aan als het aan jou lag? Nou, kijk, we hebben alle drie ook sterke karakters. En in de studio konden we ook wel botsingen hebben. Maar ik dacht daar verder nooit iets van. En maar toen hij dat meldde, dacht ik wel van... Oh ja, dat komt dan ook door die botsingen. Ik ben te dominant geweest. Dat kan ik me goed voorstellen. Als ik dat ook weer terug zie, denk ik, ja, dat zou ik kunnen snappen. Ja. Ik denk dat we alle drie zijn we heel eigenwijs. Ja. Dus, en dat is ook goed. Dat zijn hele goede eigenschappen. Maar dan krijg je wel dat je op een gegeven moment drie kapiteins op een schip gevoel krijgt. Ja. Om even bij dat schip te blijven, want dat noemde jij het. Hè? Het werd van een bootje werd het een heel groot schip. Ja. Maar jij zegt ergens ook, als ik het allemaal nu terugluister, was het ook het ecosysteem waar ik in zat, waar ik uit moest. Absoluut. Dat was een heel belangrijk onderdeel. En die podcast heeft eigenlijk... Want wil je het ecosysteem eens benoemen, wat je daarmee bedoelt? Ja, daar wou ik natuurlijk. Oh, sorry. Nee, dat ecosysteem was... door die podcast ben ik erachter gekomen dat ecosysteem waar we in zaten was er eentje van constante beneveldheid en onder invloed zijn. En ik, mijn ouders die runnen een kroeg in Zwolle. Ja. Wij speelden elk weekend met veel drank en drugs. Qua levensstijl in het nachtleven. Eigenlijk iedereen in ons ecosysteem was constant onder invloed. En ik voelde van, het is tijd voor zelfontwikkeling. En ik wil wat dingen gaan veranderen. Ik voelde van, ik loop eigenlijk op Windows 88. En ik loop vast met allerlei dingen. Dus ik wil de motorkap van mijn brein openzetten en onderdelen gaan vervangen. En daar had ik rust en ruimte en tijd voor nodig. Ja, ik vind het ook heel knap, en jullie volgens mij ook, als je terugblikt, dat zo'n jongen van 24 op het hoogtepunt van succes die beslissing durft te nemen, Kees. Ik vind dat zo dapper. Ja. We hebben het heel vaak over hoe mensen zeg maar, een stap naar succes nemen. Maar je moet op een gegeven moment ook weer een stap opzij kunnen nemen. En dat is zo moeilijk. En ik ben echt zo benieuwd, heeft dat jou ook gebracht, wat je toen dacht dat het zou brengen? Of wist je eigenlijk ook niet wat absoluut het zou brengen? Nou, nee, dat zeker. Maar ik denk dat wij waren niet zoveel bezig met van A naar B komen en beroemd worden. Het was meer een soort noodzakelijk kwaad waar we mee te dealen hadden. Omdat wij precies wilden doen. Ja. Dat was zijn taak. Ja. En wij wilden gewoon spelen. Jij moet ook geschrokken zijn. Nee, helemaal niet. Peter, dat begrijp ik ook. Het eerste wat Peter ooit tegen mij zei toen we gingen eerst gesprek hadden. Van, je moet niet denken dat ik hits ga maken of dat we clips gaan maken. Dus het is vanaf dag één heel consequent geweest. Ja. En ik bedoel, we hebben er echt alles aan gedaan om inderdaad dat succes of dat cruiseschip. Het is omwille of door de muziek en door alles is dat uiteindelijk gebeurd. Maar wat dat betreft, en ik ben het mee eens, ik vond het ook heel bewonderingswaardig. En het heeft me ook. Het was ook lastig, want jullie vonden het heel lastig. Maar ik vond het dus ook weer inspirerend van ja, waarom. Waarom doe je dingen? En het opent weer iets nieuws. En nou ja. Dat is nu... nu is dat eigenlijk door de podcast is dat helemaal duidelijk geworden. Ik vond het een echt fantastisch mooi om te luisteren. Ook met jullie zo 15 jaar later met zoveel reflectie kunnen kijken naar die jongens van toen. Mm-hmm. Daarom zou ik hem enorm willen aanraden. En luister ook de muziek maar weer. De podcast Opgezwollen, Eigen Wereld. De rest is geschiedenis, is dus nu overal te luisteren. Fijn dat jullie waren, jongens. Ja, dankjewel. Dit was het voor nu.